Vandaag staan we aan de Struikenlaan. En naar wie is de Struikenlaan vernoemd, zult u zich wellicht afvragen. Nou, er is een ruime keus eigenlijk, want er zijn redelijk veel struikens die juristen zijn in Nederland. Maar de eerste struiken die echt prominent jurist was, was Teun Struiken. En Teun Struiken werd geboren in 1873 in Doesburg. Ging rechten studeren in Leiden. Promoveerde daar. Werd vervolgens advocaat in Den Haag. Maar in 1906 werd hij hoogleraar in Amsterdam. In onder andere internationaal recht. Dat had nogal wat voeten in aarde. Want toen nog de gemeentelijke universiteit Amsterdam was ook toen al een wat... Nou, was niet bepaald een katholiek bolwerk en Struiken was een uitgesproken katholiek. Maar zijn enorme kennis van zaken heeft hem toch de benoeming opgeleverd. Dus hij werd hoogleraar in Amsterdam. Maar in 1914 werd hij gevraagd voor, om lid te worden van de Raad van State. Dat deed hij inderdaad. Daarmee kwam zijn hoogleraarschap in Amsterdam ten einde. Maar hij bleef daar wel buitengewoon hoogleraar. En 1914 was natuurlijk ook het jaar dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Struiken was van plan een groot werk meerdelig te gaan schrijven over Nederlands recht. Maar door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog heeft hij dat uitgesteld. Want hij vond op dat moment natuurlijk internationaal rechtelijke vraagstukken veel belangrijker. Daar heeft hij ook veel over gepubliceerd. En nou, zoals u wellicht weet, Nederland was neutraal in de Eerste Wereldoorlog. Nederland heeft toen wel enorm veel Belgische vluchtelingen opgevangen. Maar toch was Nederland ook van de partij in Versailles, waar de vredesonderhandelingen met Duitsland plaatsvonden in 1919-1920. En daar heeft hij ook een belangrijke bijdrage geleverd in de Nederlandse delegatie, ook vanwege zijn enorme kennis op dit gebied. Hij heeft, nadat hij terugkwam uit Versailles, heeft hij nog een aantal andere functies bekleed. Hij was ook lid van het Hof van Arbitrage. Het Hof van Arbitrage bestaat nog steeds. En is eigenlijk bedoeld om geschillen op te lossen. Dus om te kijken van hoe kunnen we nou een geschil oplossen voordat het oorlog wordt. Daar is hij lid van geworden in 1922. En hij was ook voorzitter van de Nederlandse Kiesraad. Dus die toezicht houdt en op de Nederlandse verkiezingen dat ook organiseert. En dat was wel een speciale tijd. Want in 1922, de eerste verkiezingen die hij als voorzitter meemaakte. Hij was daarvoor al 5 jaar lid van de kiesraad, maar in 1922 werd hij voorzitter. In 1922 waren de eerste verkiezingen dat zowel mannen als vrouwen actief en passief kiesrecht hadden. En er deden ook maar liefst, en dan denkt u misschien van, goh, wat hebben we heden ten dagen een versnippering. Maar in 1922 deden er maar liefst 53 partijen mee en 43 daarvan kregen geen zetel. Dus er kwamen uiteindelijk 10 partijen in de Kamer. Toch aanmerkelijk minder dan nu. Nou, hij wilde eigenlijk daarna verder gaan met zijn grote werk over het Nederlands recht. Maar door ziekte overlijdt hij al in 1923 op 50-jarige leeftijd. Maar goed, het was een eminent jurist, zoals juristen elkaar noemen. Eminent, wij zouden zeggen, het was een geweldige jurist. En daarom is er ook hier een straat naar hem vernoemd.